Een poos geleden moest ik met mijn zoontje naar het ziekenhuis. Hij had een behandeling van een specialist nodig. Na de diagnose probeerde de medewerker van het ziekenhuis zoveel mogelijk verschillende afspraken te plannen. En dat weet ik vanuit mijn achtergrond om zoveel mogelijk te kunnen declareren. Toen ik zei dat die afspraken best gecombineerd konden worden, werd ik vreemd aangekeken. Pas na lang aandringen kreeg ik het voor elkaar. En dat is de omslag die we met elkaar moeten maken. Van systemen naar mensen. Dat was het credo van deze twee bewindspersonen toen het kabinet Rutte-Ascher aan de slag ging. Op zich is dat een heel mooi credo. Niet het systeem of het stelsel staat centraal, maar de mensen om wie we het zeggen te doen. Wij van DENK constateren dat het hier in deze Kamer, ook vandaag, te vaak gaat om systemen en stelsels en te weinig over mensen. En als we het dan al hebben over mensen, dan blijft het vaak bij woorden. Voorzitter, de Nederlandse gezondheidszorg kost in 2016 ongeveer 70 miljard euro. Dat is bijna een derde van de totale rijksbegroting. Onze zorg wordt te vaak gezien als een kostenpost. Maar zorg levert ook heel veel op. Zorg is medemenselijkheid. Zorg is beschaving. Zorg is werkgelegenheid. En in de zorg wordt dag en nacht keihard gewerkt. De zorg is ook een belangrijk onderdeel van onze hedendaagse economie. Er werken in totaal 1,4 miljoen mensen in de zorg. Die mensen krijgen allemaal een salaris, betalen belasting, doen hun uitgaven. En voor een deel vloeien die zorguitgaven dus weer terug in de Nederlandse economie. Waar het gaat om die mensen die in de zorg werken, pleiten wij wel voor meer rechtvaardigheid. DENK wil dat de mensen op de werkvloer meer gewaardeerd worden. Wij vinden het niet rechtvaardig dat directeuren 2 ton verdienen en verzorgenden 20.000 euro. Meer waardering voor onze mensen op de werkvloer is een must. En wat vindt de minister hiervan? Vindt zij het rechtvaardig dat managers 10 keer zoveel verdienen als verpleegkundigen? De zorg wordt immers toch door ons allemaal betaald. Dan, daar hoort bescheidenheid en rechtvaardigheid bij. Onze eigen minister-president sprak daar in zijn beruchte dikke X-speech nog over. Hij zei dat mensen die uit publieke middelen worden betaald, en dan citeer ik, zich terughoudend moeten opstellen in hun salaris. Wat gaat u doen, is mijn concrete vraag aan de minister, om de wens van uw voorman werkelijkheid te doen worden.